Welkom iedereen bij de laatste match tussen mij en Mike. Ik heb technisch gezien al 2 gewonnen, maar ik had deal met Mike dat we gewoon alle 3 de matches gaan doen. Iets schijnigs wat is gebeurd tussendoor. Mijn save was opeens corrupt. Nou, mijn game was corrupt, waardoor ik de hele game opnieuw moest gaan downloaden. Hartstikke leuk. Kost een freaking 40 minuten. Hier is het ding. Deze game, deze match, kost soms maar 4 minuten. Zij zo. Het is gewoon kut. Maar hij is tenminste nu verder dan waar hij net was. Dus dat is mooi. Nou, ben benieuwd. Heeft Mikey Poe geleerd van zijn fouten? Nee. Hij begint meteen weer met Verroom. Nou, ik dacht van, weet je wat? Laat ik een keer iets anders gebruiken. Anders gaat hij ook iedere keer vragen van, hey Jordi, wat ben jij aan het doen? En heel eerlijk, mijn... Elekid is nog niet per se degene waar ik het meest bang voor ben om te laten zien qua set. Want ik denk ook niet dat ik hem heel vaak mee ga nemen. Dus ja. En daar gaat Dreepy. Ik vind wel cute dat die kroon precies onder zijn onder de kop zit. Nou, waar eindig je mee, Mikey Poo? Maar ik heb zijn Squirtle een keer gezien, ik heb zijn Turtwig een keer gezien en zijn Jungmo-O. Turtwig heeft hij weer bij zich, oké. Okay. En Milano, oké. Okay. Dit is de schilder. Ja, die maakt hem misschien niet heel veel uit. Een Ice Punch op die en ik heb Giga Drain voor die handen. Dat is de Turtwig. En Giga Drain. Oeh, Squirtle overleeft het. Dat is indrukwekkend. Oké, dat is op zich slim van hem. Maar ja, ik overleef het nog steeds, dus. Nou, dan waren de matches. Ik ga door. Dat is mijn volgende tegenstander wordt of Ryzel, dus Sander, of Fana. Dus ik zie jullie bij de volgende matches. Tot dan.